Een hele goede middag, dit is Dirty Geneerzin met een update, mensen. Uh, jullie weten ondertussen allemaal wat er is gebeurd tussen mij uh, en de mensen. Die, die, ik zo, ja, die ik mijn leven heb toevertrouwd: Brian Jeroy, uh, Mirella Bakker en uh, Linda Alexander. Maar dit kwam gisteren bij mij binnen, de, mail, de mails blijven binnenkomen. Um, dat was een, een vrouw die wilde graag informatie hebben over uh, nieuwe projecten. en hoe je een passief inkomen kunt verdienen. Op de blockchain. Maar dit zei ze. Hallo Wim, graag wil ik meer informatie over een passief inkomen. Ik begrijp niet hoe het werkt en wil graag wat meer weten over ja, wat jullie bedoelen en wat jullie doen. Ik ben destijds luister heel goed. In gesprek geweest met deze man, Brian Roy. Maar dat vond ik zo'n verschrikkelijke, agressieve man, dat ik me er verder niet in heb verdiept. Gelukkig werkte mijn intuïtie toen heel erg goed. En daar heb ze heel goed naar geluisterd. Dit soort. Mails en dit soort informatie hebben wij nog van heel veel andere mensen gekregen: dat hij zich heel agressief opdroeg, ook naar mij toe. Uh, mensen, hij gaat volgens mij nog steeds door om mensen te recruteren voor Gigo S. Doe het niet. Doe het niet bij hun. Wacht eventjes af, mensen, hoe dit allemaal gaat aflopen. Want uh, Gigo S gaat contact met ons opnemen, met mij opnemen. Ik ga een gesprek krijgen, waarschijnlijk met de president van Gigo S. En dan zullen we alle bewijzen die we hebben, alle gesprekken. We hebben dingen van, van Brian Roy, wat, hoe hij met mensen heeft omgegaan. Het is te verschrikkelijk geworden. Sommige mensen zijn gewoon uitgescholden door hem. Mensen, het bewijs komt boven. En daarom deel deze video met zoveel mogelijk mensen. Dat mensen niet meer met deze man zaken doen. Want mensen, je weet nooit wat er met je geld gebeurt. Ik ben er een getuige van. Meer dan 150.000 euro, waarschijnlijk iets meer nog. Ben ik gewoon waarschijnlijk kwijt. Ik wil het graag terug hebben van ze, maar dat moet, we moeten nog uitkijken hoe we dat gaan doen. Maar deze mensen moeten gewoon bij GigaWest gerodeerd worden. Dankjewel voor het kijken en dan zie ik jullie weer bij een volgende video.